In feite zijn wij allemaal astronaut. We zitten met z'n allen op een groot ruimteschip dat zich door het heelal voortbeweegt. Ruimteschip Aarde. Durft u de reis aan? Ik ben André Kuipers, astronaut en ambassadeur van de Aarde. Lieve mensen, mag ik een hartelijk groot applaus voor André Kuipers. Wat doe je als ambassadeur van de Aarde? Nou, vooral de Aarde verdedigen, als het ware. Om te laten zien van, dat het één planeet is. Dat heb je natuurlijk heel gauw als astronaut. Dat wordt ook vaak gezegd, hè. De eerste dag kijk je naar je eigen land. De tweede dag kijk je naar je eigen continent. En vervolgens is het één planeet geworden. En dan heb je, ja, je begint echt te beseffen dat het alles is. Dit is wat we hebben. Zeer inspirerend. En als iemand namens Nederland buiten de aarde is geweest en heeft gezien hoe mooi onze aarde is en waar het voor staat. En tegelijkertijd ook beseft hoe kwetsbaar we zijn en dat met ons deelt. Ja, dan word ik gelukkig. Niemand had het vroeger over elektrische auto's of groene stroom of bioproducten. En nu vind je het overal. En waarom? Omdat mensen doorkrijgen dat je nog steeds comfortabel kan leven. Dat je niet in een suf elektrische auto rijdt. Je kan ook een Tesla kopen. Een beetje duur nog, maar goed. Mm-hmm. Maar het wordt ineens heel anders. Bioproducten, je kan nog steeds lekker eten, ook al is het verantwoord. En het ligt echt niet in de schappen van de supermarkt, omdat die zo aardig willen zijn. Je kan er ook geld mee verdienen. Dus het is niet stappen terug, duurzaamheid, wat in veel hoofden nog, merk ik, in haar samenleving zit. Maar het is stappen vooruit, alleen veel slimmer. En dat moet je uitdagen als ondernemer, vind ik ook, om slimmer na te denken. Het is ook leuker om een oplossing te zoeken die veel beter is dan de huidige. Nou, nee, ja, toch wel een beetje een verontrustend feitje. Van hoe hij naar de wereld kijkt, dat ik denk van ja, shit, dat is toch wel een dingetje. Ik hoor je zeggen dat de bevolking groeit met 200.000 man per dag. En de aarde die groeit niet met ons mee. Maar wat zou volgens jou dan een ethische oplossing zijn voor de overbevolking? Het is gekoppeld aan de goede verdeling van de welvaart die we hebben. En daar zullen we echt naartoe moeten. Want als wij in het Westen wat we allemaal hebben en zo houden, we roven al die andere landen leeg. Dan blijft het daar misgaan. En op een gegeven moment, de klimaatverandering is heel erg gekoppeld aan al die strategische problemen op. We hebben het nu over oorlogsvluchtelingen, straks krijg je klimaatvluchtelingen. Want je krijgt verwoestijning. In India gaat het gebeuren, in Afrika gaat het gebeuren. Dat worden grote rampen. En hij vertelde eigenlijk dat je moet beginnen met het verdelen van de welvaart op aarde, zodat mensen geen extra kinderen meer nemen om hun pensioen of een oude dag veilig te stellen, maar dat eigenlijk door je eigen welvaart lukt. En je dus op die manier door het verdelen van de welvaart eigenlijk de aarde kunt redden. Dat vond ik eigenlijk, toen haakte ik aan, dat vond ik prachtig. Sinds 2 jaar ben ik ook mijn afval aan het scheiden, daar ben ik mee bezig. Ik heb sinds kort een auto gekocht met een elektrische motor erin. Waardoor je ook denkt van nou jongens, al die dingen, het zijn allemaal kleine dingetjes. En of nou die auto voor mij zo belangrijk is, nee. Maar het is dan wel weer per om te weten dat je toch iets bijdraagt aan het milieu van deze aarde. Uiteindelijk voor mij ja, toch wel dan de duurzaamheid. Dat toch echt wel iets is wat heel belangrijk is. Maar dat het ook niet alleen om CO2 gaat. En dan denk ik ook, ja, wat de energie betreft, kolencentrales. Het is altijd, weet je, dat, ja, we moeten minder CO2 uitstoten. Maar vervolgens wordt de kool goedkoop, want Amerika gaat over op schaliegas enzovoort. Dus laten wij die goedkope kool maar nemen op zo. Het is heel vaak dubbel. Hè? Geld tegen duurzaamheid. En op de lange duur snij je natuurlijk je eigen vingers. Wat ik vooral goed vond om te horen, want ik ben zelf ZZP'er, dat je moet proberen zo schoon mogelijk je business te draaien. Of ik er nog wat heb opgestoken. Nou, een van de vragen was van onze buurjongen Friso. Nu vroeg ik mij af of er ook in de ruimte energiebronnen zijn die wij in de toekomst kunnen gaan gebruiken. Dat is een hele leuke. Nou, we gebruiken hem natuurlijk al, want het ruimstation dat heeft enorme zonnepanelen. Dat is onze energiebron. Een andere vorm, en dat is wel interessant, daar wordt ook serieus over nagedacht, is helium-3. En daar zijn we mee bezig. In Zuid-Frankrijk staat een grote testopstelling, ITER, waarbij we proberen kernfusie onder de knie te krijgen. Dat je de zon gaat nabootsen. Prachtige bron van energie. Daar komt ook reststraling bij vrij. Ja, is dat gevaarlijk? Ja, dat kan nog steeds afval opleveren. Maar niet als je het doet met helium-3. Als je helium-3 in het proces krijgt, dan kan je het helemaal schoon doen.
En dat klinkt als science fiction, hè, maar chemisch klopt het allemaal. Alleen, het probleem is, we hebben geen helium-3 hier op aarde. De dampkring houdt het tegen. Het komt van de zon, zonnewind. Zonnevlakken. Maar op de maan is dat neergeslagen. En ze hebben uitgerekend dat op het oppervlak van de maan iets van 1000 jaar brandstof ligt voor de hele planeet aarde. Ik ben wel into de scheikunde natuurlijk. En ik vond wel leuk dat het proces van energie opwekken met helium-3. Ik heb nog nooit gehoord van helium-3. Dus het is wel leuk om je ook verder te verdiepen in de chemicaliën die er zijn. En de manieren die er zijn om dingen waar te maken. Ik hoor allemaal goede geluiden, dus ja, daar moet ik er maar op afgaan. En ik moet zeggen, ik heb een rondgekeken in de zaal tussendoor. En ik kijk wel heel tevreden op terug. Maar we hadden bedacht om een groter evenement te organiseren, waardoor we met eigenlijk veel meer netwerkorganisaties meer mensen konden bereiken en dus ook een grote spreker konden aantrekken. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn, want er zijn bijna 200 mensen aanwezig vandaag. En dat is zeker een groot succes wat mij betreft. Het is natuurlijk fantastisch om dan zo'n evenement hier in de regio neer te kunnen zetten. Dus ja, ik ben alleen maar blij eigenlijk dat het ook gelukt is. Dat we een mooi event hebben gehad. En dat ik eigenlijk hele goede reacties hoor op de verhalen die André hier vanmiddag aan ons heeft mogen vertellen. Daar is die. Oké, dan ben ik zeer benieuwd. Fantastisch. En Thunderbird. Ja, mooi. Dit is Ellen. Het grootste compliment wat we konden krijgen, het was Martijn Wokker die mij dat vertelde. Die heeft afscheid genomen van André Kuipers. Ze hebben hem uitgezwaaid. En André heeft eigenlijk tegen Martijn gezegd, wanneer kunnen we de volgende sessie plannen hier ook? Ja, dat is het beste compliment dat je krijgen kan.